Het was niet zo'n heel prettig gevoel, maar ja, voor het goedere doel, zeg maar. Ja, zorgen. Ik heb wel van heel veel dingen last opeens, dus ik dacht het is toch wel verstandig om even de boel te laten controleren, inderdaad. Hoe was het voor jou? Ja, het was niet zo fijn om dat wattenstaafje in je neus en in je keel te hebben. Best wel akelig. Ja. Nou ja, in zoverre klachten. Het voelt niet lekker, zal ik het zo zeggen. Nee? Hoe voelt u zich dan? Nou, een beetje hees op mijn stem. En u dacht nou over de zekerheid? Ja, het zou bij mij ook kunnen zijn dat ik het afkicken ben daar roken. Dus dat zou ook kunnen. Dat zou ook nog kunnen? Ja, dat zou ook kunnen. Sinds een paar dagen heeft hij een enorme blafhoest. En ik werd zelf ook neusverkouden en smaakverlies. Dus nou, nu kun je de mogelijkheid om te testen. En anders had je gewoon 2 weken thuisquarantaine gedaan. Nou, dat doen we nu ook tot we een uitspraak hebben. Dus ja.